Het grote gevaar vind ik, en dat zie je nu gewoon gebeuren, dat de EU niet meer een puur economische speler is, maar steeds meer een geopolitieke speler. En dus een positie inneemt in allerlei geopolitieke spanningen. En nu dus actief aanjaagt dat het Westen een oorlog moet gaan voeren tegen Rusland. En dat vind ik levensgevaarlijk. De Europese Unie moet Oekraïne blijven steunen, Sam. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat er geen pro-Oekraïnsere partij is in de Nederlandse politiek dan BBB. Dat we hebben natuurlijk een militaire Willemsorde drager. Gijs Tuinman, ons Tweede Kamerlid, die dat ook steeds benadrukt. Wij zijn voor die steun aan Oekraïne. Maar Oekraïne Michiel, moet geen lid worden. Ik wil eerst even de andere twee partijen horen. Michiel. Eens, de Europese Unie moet Oekraïne blijven steunen, maar wel binnen de capaciteiten van economische samenwerking, niet militair of op andere zaken. En Dorien? De Europese Unie, maar ook Nederland, moet Oekraïne steunen in de weg naar vrede. Eén iemand is het hier niet mee eens. Dit is waanzin, jongens. We zijn de grootste legermacht ter wereld, de grootste kernmacht ter wereld, actief aan het uitdagen. En als er iets gaat gebeuren, dan zijn wij het slagveld. Dat is gewoon volstrekt krankzinnig. Dus wij zijn gewoon de pion geworden in het Amerikaanse geopolitieke spel met grote risico's. Ik vind dat echt absurd. En Oekraïne is gewoon een middel in dat hele gebeuren om Rusland moeilijk te maken. Wij moeten ons daar helemaal niet mee bemoeien. Is dan een aanval vanuit Oekraïne op Rusland gedaan of is Rusland Oekraïne binnengegaan? Volgens mij is het duidelijk. Oekraïne is vanaf 1991 geïnfiltreerd door Amerika en de CIA. En zit vanaf die kant voortdurend. Zie je dat complexer? Ik wil hier toch op aanhaken. Want u had aan het begin van de uitzending over zetelrover. Maar dit is nou precies de reden dat uiteindelijk ik de partij niet heb verlaten, maar de partij ons heeft verlaten. Uw partijleider heeft het over Vladimir Poetin als de Batman in tijden van nood. Uw collega aan het Europees Parlement heeft het over kinderkennels, pedonetwerken, allerlei Russische propaganda. Er is een inval in zijn kantoor geweest van zijn assistent. Dit is precies de reden waarom Forum voor Democratie totaal is ontspoord. Precies wat de heer Smit zegt. Dank u wel. Er is een Russische aanval geweest op een soeverein land. Dat moeten we veroordelen. Reactie van Ralf. Oekraïne is al vanaf 1991, maar zeker vanaf 2014, geen soeverein land meer om te beginnen. Het is gewoon totaal geïnfiltreerd door de Russen. Dus dat hele argumentatieverhaal van ongeprovoceerd is flauwekul. Het ongeprovoceerde aanval, dat is echt het allerlaatste wat er is. Maar de aantijgingen van Michiel Wil, de partij heeft ons in de steek gelaten. Er is een andere koers. En de rechtse kiezer. De rechtse kiezer, hoe reageer je daarop, Ralf? Nou, dat is flauwekul, dat zie je ook. U bent toch voor de kiezers zijn gebleven en de leden zijn gebleven. Nou, u hebt hier notabene zetelrovers die beweren dat zij de partij hebben meegenomen. Dat is wat al te gek. Wilt u meer zien van Ongehoord Nederland? Volg ons dan op onze social media kanalen.